goedemiddag, morgenavond, wanneer dat je dit ook zit te kijken. Zelda Play 20 hier even met, niet echt een update, maar meer echt een bedankvideo. 2015 komt tot een einde. Ik weet het is 30 december op het moment dat ik het videootje upload, maar morgen heb ik het gewoon veel te drukker voor dus vandaag. Mijn excuus alvast daarvoor. Maar ik wil iedereen enorm bedanken voor de support die ze mij hebben gegeven in 2015. Het kanaal is enorm gegroeid. Ik heb heel veel mensen mogen ontmoeten. Heel veel kijkers heb ik mogen ontmoeten. Ik heb heel veel mensen kunnen laten lachen, blij kunnen maken. Dat wetende geeft heel erg veel motivatie om natuurlijk door te gaan met de video. En ik kan jullie daar echt niet genoeg voor bedanken. Het kanaal is echt groot aan het groeien op dit moment. We zitten alweer bijna op de 3200. Ik kan me nog herinneren, pas geleden dat ik nog de 3000 sub video aan het maken was. Ik weet, sommige video's die staan nog steeds op de wacht. Net zoals de Minecraft modded video die maar niet afkomt. Omdat er komt steeds meer bij, dat is steeds drukker. Dus ik probeer zoveel mogelijk alles te doen. Want ik doe alles in mijn bier. Ik heb ook nog mijn werk waar ik naartoe moet. Dus hopelijk hebben jullie daar een beetje begrip voor. Maar om eventjes to the point te komen. 2015 is voor mij echt het jaar... tot nu toe een heel goed jaar voor mij op YouTube geweest. Ik heb interviews mogen doen. Ik heb fans ontmoet op evenementen zoals First Look. De YouTube Gathering. Daar heb ik heel veel mensen ontmoet. Ik ben zelfs uitgenodigd om ergens bij op bezoek te gaan. Die heb ik zelfs de dag van mijn leven kunnen geven. Een kijker. Kortom gezegd, 2015 was een geweldig jaar en 2016, daar ga ik zelfs hopelijk nog een beter jaar van maken ook. Ik ga zoveel mogelijk nieuwe ideeën er weer in gooien, let's plays die gaan komen natuurlijk. Evenementen die komen er ook aan, in januari heb ik ook weer een evenement waar ik naartoe ga. Waar ik heel eventjes nou een momentje voor eventjes geef. Namelijk, Gamepit wil ik enorm bedanken sinds 2015. We hebben een beetje een hobbelig begin gehad, begin 2015... En lateraan is dat een stuk beter gegaan sinds dat Gamepit zeg maar ook goed aan het groeien is geweest. Gamepit is heel erg goed gegroeid in 2015. Heb ik daar zoveel mensen leren kennen. Ik wil Erik dan sowieso bedanken. Die heb ik eigenlijk via de evenementen via Gamepit heb ik die ontmoet. Die wil ik bedanken dat ik hem ook hierna fatsoenlijk kan spelen nu. En er is dus een evenement komende op 16 januari 2016. Dan is een GamePitCon, daar ben ik aanwezig. Heel de GamePit crew is aanwezig. Gregory zal aanwezig zijn, Nathalie zal aanwezig zijn. Ik heb al gehoord dat er sommige anderen ook nog aanwezig zouden zijn. Ik weet niet precies wie. Maar kaarten die zijn er nog steeds voor te koop. Ik zal een link onderaan in de beschrijving zetten. Kaarten zijn, ik geloof nu €12,50 per kaartje. Dus... Maar we gaan er sowieso voor zorgen dat het een enorme leuke dag gaat worden. En hoe meer dat ik interactief met jullie kan zijn, des te beter. Dus daar wil ik mijn eigen echt helemaal voor gaan inzetten. Ik zal het meeste staan bij de main stage, dus het hoofdpodium. Maar buiten dat, ik wil jullie gewoon enorm ontzettend... Ik zeg het te vaak, ik weet het, maar ik meen het ook echt van diep van mijn hart. Jullie zijn geweldig. Jullie zijn de beste kijkers die een YouTuber zich maar kan wensen. En... sommigen die zeggen dan ook van, ja, je verdient meer subscribers en noem maar op. Maar ik kijk niet naar de subscribers. Ik kijk meer naar de comments dan naar de subscribers. En de comments en de support en de complimenten en hoe dat iemand zijn dag weer fijn is. Dat geeft zoveel meer warmte als een nummer. Dus ik ben echt wel heel erg tevreden met over wat ik heb. En ja, of ik er mijn werk van kan maken, dat zal inderdaad heel erg leuk zijn. Maar dat komt van eigens wel. Zover dat ik nu zit, probeer ik er gewoon het beste van te maken. En ik hoop dat 2016 gewoon een heel goed jaar gaat worden. Dus ik dank jullie sowieso voor de enorme support die jullie mij hebben gegeven in 2015. Ik wens jullie het allerbeste toe in 2016. Echt een enorme leuke jaarwisseling. Kijk uit met vuurwerk. Dat zeg ik er toch heel eventjes bij. Mocht je al vuurwerk afsteken, wees er wel voorzichtig mee. Ik weet het, iedereen die zeurt erover. Maar het is echt zo, kijk ervoor uit. Want 2016 moet natuurlijk een goed begin hebben en niet een ongeluk in het hoekje. Dus kijk uit met vuurwerk afsteken. Ik kan het er niet over zeggen natuurlijk. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien in 2016. Er zal morgen sowieso nog eventjes een video komen van Pikmin nog in 2015. Dat zal de laatste video zijn. Dat wens ik jullie ook allemaal alvast het beste toe. Maar ik dacht bij mijn eigen van, dit moet eventjes gewoon een speciaal videootje hebben. Dus ik dank jullie enorm voor de support. Zeg ik het weer, ik kan er niks aan doen. Maar echt enorm bedankt. Dat betekent echt heel erg veel voor mij.
Ik kan er wel over door blijven ranten, maar ik zit jullie tijd nu hier een beetje eigenlijk te verdoen. Dus mijn excuses daarvoor alvast. Maar ja, ik hoop jullie echt het beste toe in 2016. En ik hoop jullie dan allemaal te zien. Dus bedankt voor het kijken. En in 2016... ja, jullie weten wat er in maart gaat komen. Dat is al geen verrassing meer eigenlijk. Mocht deze Let's Play klaar zijn rond maart... of mocht er nog een kleine Let's Play tussen gaan komen... ja, in maart komt Twilight Princess in HD! En ja, gaat niet. Nee. Geen counter. Nog niet. Nog. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Heb jij een leukste moment van 2015? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. En ja, bedankt dat jullie... het kanaal Zelda Player 20 zo speciaal maken. Zonder jullie is dat niet mogelijk. Dus dankzij jullie is het kanaal zo als dat het is. Enorm bedankt daarvoor. Beste mensen, beste zeepjes. Ik zie jullie in 2016. Bedankt voor het kijken. En laten we leuke Let's Plays maken.